Als oudste stad van Nederland heeft Nijmegen natuurlijk op het gebied van geschiedenis het nodige te bieden. Vooral in het centrum. Maar ook als binnenstad is de Waalstad aantrekkelijk om te shoppen en vertier te zoeken. Zo is dit jaar het centrum versierd met duizenden lichtjes. En zorgen de Marieke Winterfeesten weer voor een warme winter- en kerstbeleving. Nou, dan staan we hier overdag. Zijn jullie ook soms in de avonduren te bereiken? Nou, altijd in de avonduren. We zijn elke dag in ieder geval tot 10 uur open. Maar op koopavonden, en dat zijn er in deze periode toch wel wat meer, zijn we zelfs tot 10 uur 's avonds open. En we hebben morgenavond, dat is 19 december, hebben we de nachtmarkt. Blijft die open tot 11 uur en daarna een aansluitend heel leuk feest in de Waag. Zoals gezien de naam eigenlijk ook hoort, nemen de ondernemers van de Mariekestraat dit jaar ook deel aan de Marieke Winterfeesten. Wat is er dit jaar allemaal te doen in het centrum van Nijmegen? Ja, nou, we staan hier op de kerstmarkt, hè. Dat is nieuw in Nijmegen. Echt een sfeer en midden in de stad, dus heel erg leuk. En daarnaast zijn er ontzettend veel activiteiten georganiseerd door verschillende ondernemers en door straten. En dat is allemaal verzameld in het programma Marieke Winterfeesten. En nou ja, goed, dat staat op de website, hè, maar bijzonder daarin is wel de kinderkerst die dit jaar wat meer aandacht gaat krijgen. En waar vindt dat plaats? Ja, kinderkerst is ook eigenlijk een beetje de kapstok. Hè. Er zijn verschillende plekken waar je daar iets over vindt. Bijvoorbeeld in de Mariekestraat. Daar worden kinderfilms vertoond in een leegstaande unit. Dat is een leuke activiteit. Hoogstraatje heeft een activiteit in een pannenkoekenrestaurant speciaal voor kinderen, maar ook het museum. Dus ook dat is op verschillende plaatsen terug te vinden. Maar wel heel bijzonder, want een speciale kinderkerst wordt volgens mij nergens georganiseerd. En in Nijmegen hebben we een heel programma op dat punt. Sinds donderdagmiddag is er op de Grote Markt nu ook een echte kerstmarkt te vinden. Wethouder Ben van Hees verrichtte de opening. Nijmegen kon nog wel een leuke kerstmarkt gebruiken. Ja, jarenlang niet gehad. En nu een leuke kerstmarkt en ook kwalitatief. Hij is niet zo enorm groot, maar je moet klein beginnen. Heel sfeervol met poffertjes, met drank, met vuurtje erbij. Mooi aangekleed, mooie producten. Ik ben er erg blij mee dat hier op de Grote Markt, toch het centrum van Nijmegen kunnen we stellen. De icoon is dat, waar Marieke staat, dat daar nu deze kerstmarkt is. Ja, prachtig. Ja, het maakt deel uit van de Marieke Winterfeesten. Hoe belangrijk is die winter- en kerstbeleving nou voor een binnenstad als Nijmegen? Nou, ik denk dat je dat eigenlijk zou moeten vragen na die kersttijd bij de winkeliers wat het opgebracht heeft. En ook de horeca. Het is natuurlijk een enorme opsteker. Veel mensen komen, gaan producten kopen, maar komen ook in die stad om gewoon voor de gezelligheid. En dat is ook wat dit college ook als slogan heeft, place to meet, elkaar te ontmoeten hier. Dat is een uitermate belangrijk gegeven dat er wat reuring is in die stad. En dat mensen hier naartoe komen en plezierig hier rondlopen en het fijn vinden. Want dan komen ze misschien nog later ook nog eens een keer terug. Dus erg belangrijk. Ja, is Nijmegen de oudste stad van Nederland? Veel historie, veel evenementen. Er zijn andere steden zoals Deventer die het Dikkersfestijn hebben en Kampen, Oud-Kampen. Is zo'n echt thematisch eindejaarsevenement ook nog iets in de toekomst van Nijmegen? Ja, zou kunnen. Kijk, wij hebben natuurlijk onze thema's zijn de kennisstad en de Romeinen. De Romeinse stad is de oudste stad van Nederland. Of je hier nou voor de kerst denk ik met een Romeinen festival moet beginnen. Ik denk niet dat je dat moet doen. Ik denk ook niet dat we moeten proberen om andere steden die hele leuke dingen hebben. Inderdaad, zoals Kampen met Dickens en zo. Om dat te imiteren. We moeten onze eigen identiteit houden. Maar dat is toch gewoon Nijmegen. Gezellig, lekker hier op de Grote Markt. Maar in de stad, horeca, winkelen en elkaar ontmoeten. Cultuur en beleving. Er ontbrak nog een kerstmarkt aan de binnenstad van Nijmegen? Ja, absoluut. De Grote Markt, al jarenlang een van de mooiste pleinen natuurlijk uit de omgeving en zeker het mooiste plein van Nijmegen. En met de winter eigenlijk altijd helemaal kaal. Er heeft één keer een ijsbaan gestaan, dat was heel leuk, maar ja, dat lukte gewoon niet. En ik had zoiets van, ja, als je die sfeer wilt brengen, dan moet je het ook doen. Dan moet je niet met je handen over elkaar blijven zitten, maar dan moet je actie ondernemen. Dus ik heb actie ondernomen en ik denk, ik ga een kerstmarkt organiseren. Ja, wat voor type ondernemer staat hier nou? Nou, dat zijn eigenlijk ondernemers die eigenlijk toch wel heel bijzonder op kerstmarkten staan. Mensen met echt spullen rondom de kerst. Daarnaast ook een aantal mensen die je ook wel eens op een andere markt vindt, maar die toch wel heel erg bijzondere, bijvoorbeeld zelfgemaakte, handgemaakte producten hebben. Of producten uit ergens uit deze omgeving. Ja, ook nodige aandacht voor eten en drinken zie ik hier. Ja, absoluut. Kijk, een kerstmarkt is niet zozeer een markt waar je nou heen gaat om alleen je waren te kopen. Maar dat is ook echt een markt waar je heen gaat om te genieten. Om even lekker wat te eten, wat te drinken. Dat is eigenlijk die essentie van zo'n kerstmarkt. Je koopt wat leuks. Je neemt er een gluwijntje mee. Je neemt echt Nederlands een oliebol. Of als je het toch op z'n Duits doet, dan pak je een lekkere braadworst erbij. De kerstmarkt op de Grote Markt in Nijmegen is nog tot en met 30 december te bezoeken. Met uitzondering natuurlijk van de eerste kerstdag. Kijk voor meer informatie op nijmeegsekerstmarkt.nl of op Facebook. Dan zoek je op Nijmegen Kerst.
Voor meer informatie over de Marie Kay Winterfeesten kunt u terecht op centrumnijmegen.nl.